Het is alweer een poosje geleden dat ik Alien Covenant heb gezien. En dat heeft ook een poosje geduurd voordat ik een recensie erover kon maken. Dit had niets te maken met tijdgebrek, maar vanwege het feit dat ik maar niet kon komen tot een soort van beoordeling of duidelijke mening. De recensies die er zijn van andere recensisten zijn overwegend negatief, op zijn minst niet erg enthousiast. Na het zien van Alien Covenant had ik een dubbel gevoel. Aan de ene kant dacht ik, wat een geweldige film was dit, maar aan de andere kant dacht ik, wat was dit? Het is algemeen bekend dat Alien Covenant het vervolg is op Prometheus uit 2012. Het speelt zich af 10 jaar na Prometheus en een ruimteschip vol kolonisten is op zoek naar hun eindbestemming. Was eigenlijk op weg naar hun eindbestemming. Door een rampzalige situatie moeten de crewleden gewekt worden uit hun ruimteslaap om reparaties uit te voeren. Terwijl ze dat doen, ontvangen ze een signaal van een nabijgelegen planeet en besluiten op onderzoek uit te gaan. Uiteraard, zoals ook in de voorgaande Alien-films, gaat dit gruwelijk mis. Het is beter om verder weinig te weten over de plot van Covenant. Nu, wat vind ik van Alien Covenant? Ik ben er echt nog steeds niet helemaal uit. De film voelt onaf, hier en daar afgeraffeld. Steeds van die momenten dat je denkt, nu wordt het interessant. En dan, oh nee, ach, misschien later. Misschien bouwen ze naar iets grandioos. Maar het komt maar niet. Ook lukt het me niet om enige sympathie te voelen voor de karakters. Nu, mocht je Alien Covenant nog niet hebben gezien en bent het wel van plan, stop dan nu met kijken. Want om het een en ander duidelijk te maken ga ik nu spoilen. Je bent gewaarschuwd. Om dat gevoel van afraffelen te verduidelijken. Er is een moment in de film dat David, gespeeld door Michael Fassbender, die we nog kennen uit Prometheus, lijkt te gaan communiceren met een van de aliens. Dit kan wel eens heel fascinerend worden. Maar dan wordt de alien door een maloot neergeknald. Nee, waarom? Waarom deze keuzes? De opbouw van deze scène is briljant, maar wordt in één klap grandioos verpest. Ik hoop dat de Prometheus trilogie wordt voltooid en dat blijkt dat Alien Covenant een tussendeel was en dat de afraffeling een doel had en het derde deel bewijst dat we het allemaal mis hadden. Zo voelt Covenant ook als een tussendeel, iets dat nog moet worden afgemaakt. Ik vond Prometheus echt geweldig en ook al had Covenant elementen hiervan, haalde deze film het niveau van zijn voorganger niet. Met pijn in mijn hart, Alien Covenant krijgt van mij 2 sterren. Ik hoop dat ik het kan bijstellen over een paar jaar wanneer blijkt dat Covenant eigenlijk een meesterwerk is. Maar voor nu, nee. Heb jij Alien Covenant gezien? Dan ben ik heel benieuwd naar je reactie. Laat iets voor me achter. Abonneer je op mijn YouTube kanaal en ik zie jullie graag terug bij de volgende recensie.